Midden in Nederland ligt een uitgestrekte hoogvlakte. Meest heide, afgewisseld door overoude bossen, bouwlanden, kale of begroeide heuvels. Schraal bevolkt, stil, oud, rustig. Waar natuur en mens nog gezellig samenleven. Nog niet gestoord zijn door koortsachtige jacht naar verandering. Een doorn in het oog van de econoom. Een paradijs voor de arme Hollander, wiens geest nog niet geheel in polders, kanalen en grachten is opgegaan. Eenmaal was de Veluwe bedekt met een ontzaglijk woud. De mensen hebben dat woud voor een groot gedeelte uitgeroeid en heide en stuifzand achtergelaten. Zo sprak de dichter Frederik van Ede in 1880 over de Veluwe. Deze filmimpressie neemt u mee naar een van die gemeentes waar bedrijvigheid hand in hand gaat met de natuur en waar iedere bezoeker in elk seizoen vindt waar hij of zij voor komt. De groene parel van de Veluwe, bestaande uit de dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten. Met als hoofdvestiging het dorp Nunspeet, waar men het gemeentehuis kan vinden. Een dorp waar gedurende de zomermaanden de vermaarde braderie en de nacht van Nunspeet worden gehouden. Een centraal gelegen recreatiegemeente die goed bereikbaar is via de A28 of per spoor. Op het stationsplein kan een ieder zich bij de plaatselijke vestiging van de ANWB annex VVV-kantoor laten informeren over de vele recreatieve mogelijkheden in deze gemeente. Achter het nostalgische oude NS-station ligt het nieuwe Veluwe-transferium, van waaruit de bezoeker per fiets een bezoek kan brengen aan deze schitterende Veluwse gemeente. Een gemeente die rijk is aan 8400 hectare aan één gesloten bos- en natuurterrein. Samen met de overige grote terreineigenaren, zoals natuurmonumenten, het Gelders landschap, Staatsbosbeheer en de gemeente zelf, wordt de recreant een gevarieerde natuur voorgeschoteld. Maar Nunspeet is meer dan alleen maar bos. Nunspeet heeft een grote verscheidenheid aan landschapsvormen op een betrekkelijk korte fietsafstand. Onze tocht start in het noordelijk gedeelte, bij het Veluwerandmeer. Daar waar ooit de Zuiderzee zijn golven beukten tegen de duinen. Oude restanten hiervan zijn nog te zien ten noorden van de Randmeerweg. De recreatie gaat in deze gemeente hand in hand met de natuur. Het grote publiek heeft dan ook die natuur ontdekt en kan op verschillende manieren gebruik maken van de vele aangebrachte toeristische faciliteiten. Het is een locatie die naast de watersportliefhebbers ook veel bezocht wordt om te genieten van het uitzicht op het Veluwerandmeer. Om het waterlandschap met daarin de vele vogelsoorten goed te kunnen observeren,
is er in 1996 een vogelobservatiepunt aangelegd, die de recreant een goede gelegenheid biedt om de duizenden kleine en wilde zwanen die hier jaarlijks overwinteren te zien fourageren. Daarnaast is deze locatie een geschikt punt om de 6 kilometer lange rietkraagzone, die de overgang vormt tussen het land en het water, te overzien. Voor wie van vogelen houdt, is deze plek bij uitstek geschikt om de watervogels van dichtbij te kunnen observeren. Van meerkoet tot vuut en van buizerd tot het aanschouwen van de vogeltrek in het najaar. Rijdend in zuidelijke richting passeren we een afwisselend agrarisch landschap. Dit soms droge en soms natte graslandgebied draagt ertoe bij dat kievieten, scholeksters en tureluurs hier hun zomerverblijf jaarlijks opzoeken om er hun jongen groot te brengen. De molende duif is een markante verschijning uit 1886. Regelmatig laat hij zijn wieken draaien en kan men het radenwerk van binnen bekijken. De oude en nieuwe landschapselementen zijn voor diverse vogelsoorten een belangrijk broed- en fourageergebied. Niet alleen een landschap met meest weidse vergezichten, maar ook met kleinschalige erven, omzoomd door fraaie landschapselementen, maken dit vaak vergeten stukje Nunspeet compleet. Niet zo heel ver hier vandaan ligt op de overgang tussen de hogere en droge gronden en de lager gelegen natte gebieden het landgoed Hulshorst. Nunspeet kent een drietal landgoederen. Het landgoed De Grote Bunte, thans in gebruik als vakantieoord, het landgoed Groeneveld, een particulier bezit, en het landgoed Hulshorst zelf. Kenmerkend voor deze landgoederen is de aanwezigheid van oude bomen en lanen in een parkachtig landschap met authentieke gebouwen. Het landgoed Hulshorst wordt beheerd door de gemeente Nunspeet en geniet een nationale en internationale bekendheid binnen de hippische sportwereld. Het voormalige koetshuis is een vermaarde kunstgalerie waar regelmatig kamerconcerten worden gegeven. Het oude bouwwerk is slechts een herinnering aan die vervlogen tijd. In de tweede helft van de vorige eeuw was het dorp Nunspeet grotendeels omgeven door uitgestrekte heidevelden en grote zandverstuivingen. Van deze zandverstuivingen kunnen we nog een laatste restant aantreffen in de omgeving van Hulshorst, het Hulshorster Zand. Een gebied waar dier en plant moeten vechten voor hun bestaan. Een kleine woestijn, gekenmerkt met in de zomer intense hitte en gedurende de nachtelijke uren soms felle kou. Door deze combinatie had de wind in het verleden vrij spel op de losse zandkorrels. Die werden weggeblazen, waardoor de aangrenzende akkers werden onderstoven. Rond 1830 heeft men getracht van deze oude zandbak weer bos te maken. Nu, na zoveel jaren, is de vraag naar mijnhout sterk afgenomen, maar wordt er in en door de gemeente Nunspeet nog steeds een bosbedrijf geëxploiteerd. De gemeente stelt zich tot doel om door een verantwoord beheer
de duurzame instandhouding van haar bossen en natuurterreinen te garanderen. Houtproductie, recreatie en natuur zijn daarin de belangrijkste speerpunten. De recreant kan hier volop genieten op de diverse uitgezette natuur- en wandelpaden, fiets-, ruiter- en menroutes. Of op de twee grotere speel- en ligweiden die in Elspeet en langs de Stakenbergenweg nabij Vierhouten te vinden zijn. De Zandenplas nabij het dorp Nunspeet biedt de recreant een perfecte combinatie tussen lekker luieren en spartelen in het water. Ook kan men er een bezoek brengen aan een monument in de bossen dat ons herinnert aan de Duitse bezetting, het geheime dorp. In de toenmalige jonge dennenvakken werden in die tijd de onderduikers in hutten ondergebracht. Met elkaar bouwden zij samen met de verzetsmensen een klein dorp. Helaas werd in 1943 dit staaltje van opofferingsgezindheid ontdekt en betekende dat het einde van het dorp. Slechts een drietal nagebouwde ondergrondse hutten en twee gedenkstenen herinneren ons aan die bizarre tijd. Gezien de uitgestrektheid van de bosgebieden is het niet onwaarschijnlijk dat we op onze fiets- en wandeltochten ontmoetingen kunnen hebben met herten, zwijnen en reeën. Het gehele jaar door vinden deze dieren een weg op zoek naar voedsel. De wilde zwijnen zoeken in het najaar naar eiwitrijk voedsel, engelingen en emelten, en niet te vergeten de vruchten van beuk en eik. Naast de grote zoogdieren treffen we tal van andere diersoorten aan die zich in de regel gemakkelijker laten zien en horen. Onze gevleugelde vrienden, zoals vinken, roodborsten en spechten. Vooral bij zonsopgang en zonsondergang is het zangfestijn in het voorjaar een ware streling van het gehoor. Daarnaast is het een boeiend schouwspel om de gezondheidspolitie van het bos aan het werk te zien. Vanuit een imposante bouwput, welke beschermd wordt door een koepel van luchtig opgebouwde bosmaterialen, is de grote rode bosmier, zolang het maar niet vriest, actief bezig met het verzamelen van voedsel. Vanuit de omliggende naald- en loofbossen is het een verademing om terug te keren naar het grootschalige en weidse landschap van de hei. Een landschap dat ons herinnert aan de tijd van de woeste gronden. In het hart van de gemeente bevindt zich een grote open ruimte begroeid met heide. Deze in augustus paarse, glooiende vlakte wordt dagelijks niet alleen bezocht door de schaapherden, maar ook door de duizenden bijen die in de kleine paarse kelkjes op zoek zijn naar de felbegeerde nectar. De door de bijen vervaardigde heidehoning is een typisch product van de Veluwe. Eeuwen achtereen werden en worden de heidevelden rondom Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten niet alleen door de plaatselijke imkers gebruikt, maar ook van buiten de gemeente weten de bijenhouders deze schitterende heidevelden te vinden om er hun kasten en korven te plaatsen. Dit circa 1100 hectare aaneengesloten grootschalige heidelandschap is gemakkelijk te doorkruisen via een aaneengesloten fiets- en wandelroute. U kunt er genieten van de roep van de leeuwerik en de wulp of het spelen van de raven en het zweven van de buizerd tijdens zijn baltsvluchten in het voorjaar. Een bijzonderheid in dit gebied is de aanwezigheid van grafheuvels,
nabij het dorp Vierhouten, is op de Elspeetse heide een grafheuvel nagemaakt. Deze replica is een onderdeel van een archeologische fietsroute die bij de plaatselijke VVV te verkrijgen is. Op enkele locaties in de hei zijn in de loop van de geschiedenis kleine vennetjes ontstaan. Natuurlijke laagtes waarin het regenwater is blijven staan. Het zijn de domeinen van de bruine, de groene en de heikikker. De libellen en waterjuffers maken in vele verschijningsvormen dit waterrijke beeld compleet. Op de Stakenberg is door de gemeente Nunspeet aan de rand van de hei een 14 meter hoge uitkijktoren gebouwd, van waaruit u met een beetje geluk in de vroege ochtenduren of tegen de schemering het grofbeeld kunt zien laveien en doortrekken van de ene bosrand naar de andere. Om dit alles te leren kennen en te herkennen, worden er in de zomermaanden en in de herfstvakanties op diverse locaties door de gemeente bosexcursies gehouden. Tijdens deze wandelingen wordt de recreant op een educatieve wijze tekst en uitleg gegeven over al wat leeft en groeit. Dan haal ik mijn hand weg, hoor. Jij moet me gewoon nog even dicht houden. Je moet eventjes rusten. Dicht houden. Dicht houden. Niet stiekem spieken. Niet stiekem. Nee. Dat mag je volgende week weer doen. Dan mag hij weer weten wat je voelt. De kleine wordt er misschien niet. Hou me vast. Oh, lieve. Bruine kikker. Naast de tekst en uitleg aangaande de natuur in het veld, kunt u op uw gemak diezelfde natuur nog eens rustig bekijken in het Veluws Diorama en in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Tevens biedt het bezoekerscentrum aan de diverse kunstenaars uit de regio, maar ook uit de landen, de mogelijkheid hun kunstwerken te exposeren. Wanneer u nog niet bent uitgewandeld of bent uitgefietst, is het beslist aan te raden om een nachtje te blijven in een van de vele schitterende hotel- of kampeeraccommodaties. Nunspeet, een veelzijdige gemeente waar u naast natuur en recreatie ook een gastronomisch onthaal kunt verwachten in de vele kleine en grotere restaurants. Ontspanning en inspanning samen kunnen worden gedeeld in een partijtje golf op een van Nederlands grootste en fraaiste banen. Of het nu voorjaar, zomer, herfst of winter is, in elk seizoen is er in de gemeente Nunspeet wel iets te beleven als het gaat om kamperen, wandelen, fietsen, sporten of lekker genieten van rust en ruimte.